Door de aanname van de wet productiekredietfonds gisteren met algemene 29 stemmen, kwam de regering in met 50 miljoen SRD voor kleine en middelgrote ondernemingen. Ondernemers kunnen maximaal 2 miljoen SRD lenen tegen een rente van 5% met een respijtperiode van een jaar voor de aflossing van de rente. Aziz Kumar Gayadin van de VHP zei in zijn stemmotivering dat soortgelijke wetsproducten omarmd moeten worden. Deze wet zal er namelijk voor zorgen dat er transparantie en richtlijnen zijn hoe boeren gebruik kunnen maken van het fonds. Met dit wetsproduct hebben we gecreëerd dat alle fondsen die we in het verleden hebben gehad, voorzitter, waarbij geen transparantie en we hebben gezien dat zaken juist in politieke sfeer getrokken zijn geworden, hebben we hier regels gecreëerd. Voorzitter, daarom roepen we het parlement op om mee te gaan en voor de productie, voor de ontwikkeling van het land mee te werken om voor te stemmen. De NDP-fractie heeft zich onthouden van stemmen. Fractieleider Rabinder Permisser zei wel dat het een belangrijk fonds is om de lokale productie te stimuleren. Echter is de regering niet ingegaan op een aantal belangrijke zaken in de wet die corruptie faciliterend zijn. Eigenlijk wil ik zeggen, onze voorstellen van de tafel geveegd, voorzitter. Ook over waarom het moet komen bij het ministerie van Financiën, de bestuurssamenstelling, de rente en et cetera, voorzitter. Helemaal niet getouched, voorzitter. Maar daarbij hebben we zeker aangehaald de invloed van de politiek, voorzitter. En daarom hebben we de zaak van beheer en bestuur aangehaald, wat bij de banken al gebeurt. En toch drukt men hierdoor de politieke beïnvloeding, voorzitter. Tegen deze en andere gronden. Maar zeker in acht nemend dat de productie een heel belangrijke rol vervult, de lokale productie. En dat we dat moeten stimuleren, zullen wij onthouden, voorzitter. Na aandringen van de Nationale Assemblee heeft de regering uiteindelijk ook besloten om in het kader van transparantie de publicatieplicht in de wet op te nemen. Als additionele taak van de beheerder werd opgenomen dat de Nationale Ontwikkelingsbank, de NOB, 6 maandelijks de publicatie gaat doen over de stand van zaken van de aanvragen. Ook is de mogelijkheid voor de beheerder om overtollig kapitaal van het fonds te beleggen uit de wet geschrapt. Minister Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning zei dat er gewerkt zal worden aan de toegankelijkheid van het fonds in alle districten.